Hallo mensen van Classic Gaming, leuk dat jullie weer kijken. En vandaag ga ik een filmpje maken over hoe je Too Many Items installeert. Dus laten we beginnen. Ten eerste heb je natuurlijk Minecraft nodig, hier zo. Als je dat hebt, dan kun je gewoon naar Google gaan. Dan zoek je op Google op Minecraft Too Many Items. En dan de goede versie van Minecraft, dat is op het moment 1.2.5. En dan zoeken naar minecraftforum.net, deze. En dan klikken erop. Dan kom je hier zo, Minecraft Forum. En hier kan je hem downloaden als het goed is. Download voor Minecraft 1.2.5. Dus dan doe je dat. Dan kom je op Adfly, dat maakt helemaal niet uit. Zo spons je alleen een maker. Dus dat is alleen maar goed. Skip ad. Dan heb je hier zo een zip-bestand. Die open je. Dan ga je naar start menu. Dan doe je uitvoeren. Dan klik je op uitvoeren. En dan typ je in slash. Data. Of ik bedoel procent op data procent. Oké. Kom hier zo. Bij roaming. Dan druk je op punt Minecraft. Ja, je moet niet letten op wat er allemaal staat. Dan ga je naar Minecraft. .jar, hè? Dus Minecraft.jar. Openen met WinRAR-archiver. Of archiever, weet ik veel. Dan zie je dit hier allemaal staan. Dan verklaar je deze even. Dat maakt niet per se uit, maar dat vind ik fijner. En dan deze ook. Deze kan weg. Nee, kijk, dan heb je Too Many Items bestanden heb je hier zo. En dan die kopieer je vanaf deze WinRAR naar je Minecraft.jar. Oké, nu zie je ook staan dat er nieuwe bestanden in .jar staan. En dan, ik heb het al gedaan, maar je moet wel goed opletten dat je een map verandert of verwijdert die heet MetaInf. Als je die niet verwijdert, dan werkt heel je Minecraft als het goed is niet meer. Maar als het goed is zou hij het nou moeten doen, dus ik start Minecraft even op. Kan even duren, ik snap ook niet waarom. Dan ga je naar single player, create new world, create. Want anders, ja, anders in multiplayer moet je per se admin of op zijn. Als je geen op bent, dan werkt het niet. Ja, ik kan het natuurlijk straks wel even laten zien in multiplayer. Maar als het goed is, werkt Too Many Items niet op onze server. Nou, kijk. Ik ben nu in een jungle. Druk je op inventory, dus op E. En dan zie je hier heel het menu staan van allemaal items. Dat zijn alle items op Minecraft. En hier kan je je inventory opslaan, dus de inventory die je handig vindt. Creative mode, on of off. Delete mode, ik weet niet waar dat voor is. Oh, dat is goed voor dit te deleten. Kijk, sunrise. Set time to moon. Of noon. Set time to sunset. To night, midnight. Difficulty kan je aanpassen, dus. Ja, hard is het hardst. En de regen en de sneeuw kan je aan en uitzetten, dus het is een heel ander programma. Je kan alles spannen wat je wilt, alleen zelf gebruik ik het niet. En ik denk ook nog dat ik mijn texture pack aan heb staan, of is dat niet zo? Nee, dat is niet zo. Ik heb namelijk een green screen texture pack, maar ik snap ook niet wat dit is. Het zal vast wel wat zijn. Maar dit was het eigenlijk. Het is heel simpel. Je kunt het zelf ook, als je dit hebt gezien. Dus ik hoop dat jullie het lukt met installeren. Wacht, ik zal ook gelijk laten zien dat hij in multiplayer werkt.
Classic Craft. Dat is onze server. Ik zal IP in de description zetten. Oh, kijk, het regent toevallig. Ik log even in. Oké, en dan, als het goed is, ga naar E. Kijk, zie je, hij werkt. En dan rain, snow, off. En je ziet het, het werkt als je op bent. Als je geen op bent, werkt het niet. Dus, ja. Ik zeg succes met installeren, jongens. Ik hoop dat het jullie lukt. En natuurlijk abonneren, reageren en een groen duimpje. Tot de volgende keer, hè.